vandaag zijn we ter gelegenheid van het doopfeest van Keanu en Liam. Dus zoals het naam zelf zegt, worden ze vandaag gedoopt. Kindjes hebben dat zelf gewild, dus ja, dan moet dat ook gebeuren. Hè. Oh, weet je wat, we maken het ons gemakkelijk. De kindjes mogen het zelf beslissen en uiteindelijk, ja, Keanu wil zijn eerste communie doen. Dus worden ze gedoopt en Liam bouwt het ook. Maar normaal een kindje wordt gedoopt, het geboren is een paar weken later of zo. Of een paar dagen later. En bij ons is het altijd al zo geweest dat we dat wat later doen. Om de kinderen een beetje meer zelf te laten erover te denken en over te beslissen zo eigenlijk. Hè? Ik vind gelovig zijn is een raar begrip. Uiteindelijk zo, ik ben gelovig, maar ik kan ervoor niet zijn dat dat God is. God is denk ik voor iedereen iemand anders. Dus ja, we zijn wel aan de ene kant wel gelovig. Ik denk Debbie meer of ik. Ik heb hier vanavond op mijn, van de namiddag op mijn doopfeest eigenlijk mijn suite voor de trouw. Dus bij deze is dat eigenlijk mijn volledige suite. De getuigen, ik zal zo zeggen, de broers van Nicola, mijn zussen, de ouders langs beide kanten. Behalve bij Nicola is dat dan de stiefvader, die hem ook heeft opgevoed dan. En dan samen met zijn halfbroertje Arno, die medegetuigen is van Nicola ook. Nee, we zijn geen engels. Ik ben een engeltje en ik ben een koninkje. Jij bent een engel, ik ben een koning. Nee, Pater Christian is Pater Christian is de mens van de woonwagen, van de kermismensen. En die mag de kinderen dopen. En die mag ook de mensen die van de woonwagen zijn, van de kermissen en zo, van de Florijns noemen ze dat, die mag hem ook trouwen. Dus, het is geen rente priest of zo, dat is echt een erkende meneer die ons hele ons familie ook kende. Hij heeft ook het. De begrafenis gedaan van Bompa, van Bobo. Dus ja. Wat ik zelf mogen kiezen heb, als ik. Nee, dat was vroeger in onze tijd niet. Hè. Dat was geboren worden en dan een peter en een meter hebben. En dan kijken wanneer het een datum was, denk ik. En dan was suikerboon erbij, goed drinken. En dat was het dan, hè. En dan word jij gedoopt.